Yo, what's up, people? What's up, what's up? Welkom bij weer een nieuwe video. Het is zaterdag en ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne week hebben gehad. En voor de mensen die hun uitslag terug hebben gekregen van hun examen, gefeliciteerd als je bent geslaagd. Ja, jammer als je niet bent geslaagd. Als je nog moet herkansen, doe even je best. Dan slaag je daarna. En anders, ja, dan doe je het gewoon volgend jaar opnieuw. Weet je? Helemaal niet erg, dan doe je het gewoon even nog een keertje. Vandaag moet eigenlijk gewoon een storytime met Sofian. Jullie situatie, door mijn ogen, 2 jaar geleden. Dus, het moment dat ik te horen kreeg dat ik was geslaagd. Het was een woensdagmiddag, weet ik nog wel. En ik zat gewoon thuis op de bank te chillen. En eigenlijk ging ik er al wel van uit dat ik geslaagd was. Maar toch is het spannend. Toch zit je thuis een beetje te stressen van, word ik wel gebeld, word ik niet gebeld. Je hebt een groepsgesprek met al je klasgenoten erin. En je hoort van, ja, ik ben gebeld, ik ben gezakt. Ik ben geslaagd, ik ben ook geslaagd, ik ben ook geslaagd. Wow. En je leest al die berichten en je denkt, shit man, ik ben nog helemaal niet gebeld. Nou ja, uiteindelijk word je wel gebeld. Ik zat dus gewoon op de bank te chillen. Ik kwam net terug van de sportschool, want ik ging expres om 9 uur 's ochtends sporten. Zodat ik zeg maar op tijd thuis zou zijn voor de uitslag. Mijn bento belde me, ik nam op. Ik zeg, hoi, met Sofian. Hij zegt, hoi, meneer van Umbreedje. Hartstikke aardig meneer. Meneer, ik zou het naar u doen. Echt de beste mentor ooit. We hadden eerst echt gewoon 3 minuten gewoon een normaal gesprek. En toen zei hij, ja, maar ik wil natuurlijk wel om even iets mee te delen. En toen zei hij, ja, dat hoop ik wel, ja. Hij zei van, ja, nou, gefeliciteerd, ik ben geslaagd. En toen zei ik eigenlijk, ja, nou ja, dank u wel. Ja, dat is letterlijk het enige wat hij zei. Ik dacht, nou, gelukkig, dank u wel. Hij zei van, ja, komt niet als een verrassing, toch, wat je wel verwacht. Nou, was ik dus geslaagd. Daarna hebben mijn ouders gebeld. Ik zeg, ja, ik ben geslaagd. Even het groepsgesprek van mijn familie gezegd, ja, ik ben geslaagd. Groepsgesprek van mijn klas gezegd, ik ben geslaagd. Ik doe natuurlijk daarna gewoon een dingetje op Facebook even zetten. Dit vind ik echt irritant. Wat ik nu ga vertellen, vind ik irritant. Je krijgt te horen dat je geslaagd bent. Vervolgens moet je naar school komen. Waarom? Ik ben juist net weg en dan moet ik weer terug. Diezelfde dag nog, om 4 uur of zo, moet je dan nog terug naar school. Waarom? Om je cijferlijst te checken. Daarvoor moest je helemaal naar school komen om je cijferlijst te checken. En dan kreeg je een vlag en 5 minuutjes een praatje van de rector. Nou, dat was het. Nou, en dan uiteindelijk, dan een paar weken later, heb je dan de diploma-uitslag. Duurde heel lang, maar het is wel heel leuk. Diploma-uitreiking bedoel ik. Duurde heel lang, maar ik vond het wel hartstikke leuk. Het leukste daarvan vind ik, van je diploma-uitreiking, als je een persoonlijk verhaaltje krijgt van je mentor. Tenminste, bij ons was het zo. Iedereen kreeg een persoonlijk verhaaltje van je mentor. En, oh ja, je hebt natuurlijk ook nog gala. Ik ben niet naar mijn gala geweest, dus ja. Want toen was ik ziek. Ik had volgens mij keelontsteking en oorontsteking toen. Dus ik lag toen ziek op bed, dus toen kon ik niet naar gala gaan. Dat was heel jammer. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. En voor de video van Joey van gisteren, die gaat over ons feestje dat we hadden. We hadden een feestje van Social Report Team, dan kan je even hier klikken. Voor de video van Michelle kan je hier klikken. En om te abonneren kan je op mijn hoofd klikken. Dankjewel. Wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Tot volgende week. Doei!